Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Natuurlijk, dit is een speciale wedstrijd voor mij. Ook, omdat ik tegen mijn oude club speel. De stad waar ik geboren en getogen ben, blijft een speciaal gevoel. Maar ja, dit is voetbal. Soms gebeuren zulke dingen. En ik ben ook professioneel genoeg om daarmee om te gaan. Het voelt eigenlijk als een nederlaag, denk ik, voor jou nu als Emmenaar natuurlijk een puntje. Ja, dit voelt wel als een nederlaag. Ik bedoel, tweede helft creëer je heel veel kansen en benut je niet. Scoor je uiteindelijk in de 82e minuut, dacht ik. Ja, dan moet je die wedstrijd gewoon over de streep trekken. Maar we zijn blijkbaar nog niet volwassen genoeg om de stand 1-0 te houden. We krijgen in de 88e minuut gewoon een slordige goal tegen. Ongelooflijk veel kansen hebben jullie eigenlijk gehad inderdaad. Er zat zoveel meer in als je het vanuit Emmen perspectief zou bekijken. Ja, nee, ik had ook het gevoel dat we heel veel kansen hadden. En voorzetten, corners. Ik had echt het gevoel dat we heel veel kansen hadden. En Hidde redt ze dan een paar keer goed. Maar toch, van de zoveel kansen moeten we wel meer in het netje. Maar als je in de 82e minuut 1-0 maakt, dan moet je die wedstrijd gewoon over de streep trekken. En dat hebben we niet gedaan. Ik noem het al even inderdaad, je bent eigenlijk de enige Doetinchem vandaag op het veld tegen de Graafschap. Nou heb je in de voorbereiding nog bij de Graafschap met de fysiektrainer samengewerkt onder meer. Ja, hoe bijzonder is het dan eigenlijk voor jezelf ook dat je niet in dat blauw-wit staat? Nou ja, weet je, ik heb nooit wat van de Graafschap gehoord. En die conditietraining, dat doe ik voor mezelf. Dat doe ik niet voor een andere club, dat is gewoon voor mezelf. En ik heb gewoon hard getraind voor mezelf, voorbereiding goed doorgemaakt. En uiteindelijk doe je alles voor jezelf en dan maak je keuzes in je leven en dit is een van mijn keuzes. Verrast het jou toch dat je niks hoorde van de Graafschap? Ja, ik heb sowieso geen verwachtingen en als er een club komt, nou ja, dat is gewoon mooi meegenomen. Gelukkig waren er een aantal clubs die geïnteresseerd waren, maar niet de Graafschap. En, ja, weet je, het is niet dat ik baal of zo, maar ik weet heus wel dat ik ooit een keer terugkom daar. Want je hoorde denk ik van heel veel mensen, want je komt nog heel veel in Doetinchem, maar als je daar door de stad loopt bijvoorbeeld, van ja, waarom speel jij niet in blauw-wit? Zeker als de Graafschap een verdediger zocht. Nee, dat klopt, maar daar kan ik heel simpel makkelijk antwoord op geven. De Graafschap is blijkbaar niet geïnteresseerd. Dus daarop heb ik ook niks te zeggen en dat moet gewoon geaccepteerd worden. Maar ik ben ook heel blij met mijn keuze bij Emmen, want het is ook hier echt een mooie club. De visie van de trainer, dat spreekt me heel erg aan. We hebben goede spelers. En ik ben ook wel blij met de keuze, ja. En als jullie zo spelen als vandaag eigenlijk tegen de Graafschap, want Emma had meer verdiend, dan ga je er nog in blijven ook, zeg. Ja, weet je, we moeten nog wel wat volwassener worden, vooral in de laatste fase. Als we dat kunnen doen, dan kunnen wel mooie dingen gebeuren. Maar we moeten nog wel even wat stappen maken, ja.